Hallo, ik ben Jitte. Dit is het ziekenhuis waar ik normaal werk. Maar ik heb afgelopen jaar de kans gekregen om 2 keer naar Aruba te mogen gaan om daar als spoedeisende hulpverpleegkundige te werken. Mijn man heeft altijd in het buitenland gewerkt. Ik was er behoorlijk jaloers op dat hij altijd de hele wereld kon zien, alleen door zijn werk daar te doen. Ik hoorde van een collega over BKV, dat zij ook mensen uitzonden naar het buitenland. Ik ben daar direct naartoe gegaan, heb een gesprek gehad en voor ik het wist was ik op Aruba. Het Horacio ziekenhuis op Aruba is een redelijk modern ziekenhuis. Ze beschikken over redelijk moderne apparatuur. Hanteren dezelfde werkmethode als dat wij hier in Nederland hebben geleerd. In het ziekenhuis op Aruba heb ik heel hard gewerkt. De werkdruk was enorm hoog. Heel groot aantal patiënten. Patiënten varieerden van Amerikaanse toeristen tot Arubaanse kindertjes. Allerlei soorten en dat maakt het werk daar zo bijzonder en zo leuk. Je werkt ook samen met mensen van verschillende nationaliteiten. Je werkt met mensen uit Colombia, uit van de Filipijnen. We spraken de hele dag door ongeveer 3-4 talen door elkaar. De werkzaamheden zijn compleet anders. Daar deed ik alles in opdracht van de arts en hier doe ik zelf de diagnostiek en de behandeling inzetten. Er is nog een groot verschil. Op Aruba hoefde je niet zo heel veel vast te leggen. Met het vastleggen op papier of in een computer bedoel ik vooral de scorelijstjes waar je hier in Nederland heel druk mee bezig bent. Een scorelijst voor de pijn, een scorelijst voor de decubitus, een scorelijst voor de tijd, hoe lang je met patiënten bezig bent. Dat was op Aruba allemaal niet aanwezig en kon je je puur richten alleen op de patiënt. Dat vond ik wel prettig werken. Op Aruba was het werken zwaar, maar het leven na het werk maakte heel veel goed. Als je uit je werk komt, kun je direct naar het strand gaan, daar even relaxen, even bijkomen, even lekker zwemmen. Vaak spraken we 's avonds af om 6, 7 uur om met z'n allen te gaan eten. Ik heb daar salsa dansen gedaan, bachata dansen, bij de zwemclub geweest. Je kunt daar alle watersporten doen die je maar kunt verzinnen. Buiten het werk kun je je ontzettend goed vermaken. Het vaste team wat op de spoedeisende hulp op Aruba werkt is een ontzettend leuk team. Ze zijn kundig, ze zijn vriendelijk, ze moeten steeds met andere nationaliteiten werken, steeds met een wisselende samenstelling en toch loopt het als een trein. Als je op Aruba wil werken moet je over de volgende eigenschappen beschikken. Je moet het leuk vinden om je eigen weg te kunnen vinden in een vreemd land. Je moet wat avontuurlijk zijn aangelegd, flexibel en je moet vooral niet vies zijn van behoorlijk hard werken. Tips die ik heb voor mensen die naar Aruba gaan om daar te werken zijn genieten vooral van. Het zal niet helemaal zijn zoals in Nederland waar alles wat strakker geregeld is. Het duurt daar soms wat langer voordat je de dingen geregeld hebt. Of nou met een huis is of met een auto of met papieren. Het is nou eenmaal niet Nederland, maar geniet ervan dat het juist dat het anders is. Je moet ook niet proberen om die boel daar 1, 2, 3 te gaan veranderen, want dan kom je gefrustreerd thuis. Je moet gewoon genieten van het leven zoals het daar is.